En ik heb hier wat mensen op de vloer zitten, die ook heel erg in gesprek zijn gegaan, die dingen hebben zien langskomen van die plannen. En ik wilde jullie heel even vragen om daar een korte reactie op te geven. Jullie zijn de adviesvallers. Jullie hebben daar bij de uitperstafel gezeten. Mensen zijn bij jullie langsgekomen om plannen met jullie te delen. Wat is nou voor jullie het meest in het oog springende, het meest fantastische plan dat je vandaag gehoord hebt? Kan je dat heel kort vertellen? Ik loop daar straks een heel goed plan voor van een maatregelschool. Ja, ik vind dat een heel goed plan. En ik vind het belangrijk ook dat kinderen op hun eigen niveau kunnen werken en op hun eigen tempo. Dus dat vond ik echt een heel erg goed plan. Een maatwerkschool op eigen tempo, op eigen manier leren, klinkt inderdaad veelbelovend. Voor jou, jij hebt een ander plan gehoord waar je heel erg enthousiast van werd, volgens mij. Ja, twee heren vertelden over dat ze reken- en taal programma's maken voor scholen. En dat leerlingen en docenten daar ook inspraak over kregen hoe ze dat tegen vormgeven. Zeker in het kader van de modernisatie van het onderwijs en behoefte aan technische materialen zoals iPads, denk ik dat een heel goed idee is. Heel goed. Dus de nieuwe technologie goed gebruiken en goed inzetten voor het huidige curriculum, rekenen en ook voor taal waarschijnlijk. Dankjewel. En onderpakken. Ik heb hier nog twee mensen die hebben dingen voorbereid voor jullie. Ik wil ze kort het woord geven. Ik heb vandaag geluisterd naar alle leerlingen. Er kwamen heel veel mooie dingen langs, maar jullie zijn ook kritisch geweest. Zo hebben we gehoord dat jullie je soms vervelen, niet uitgedaagd worden of vinden dat jullie niet gehoord worden. Dat is natuurlijk heel erg vervelend. En daarom heb ik ook gevraagd wat jullie als oplossing bouwden. Iemand zei tegen mij, waarom mogen we wel kiezen welke sport we willen leren, welk instrument we spelen, welke hobby we hebben, maar niet welke vakken we op school willen of wat we willen leren. En dat lijkt me iets heel moois. Dat we in de school van de toekomst, dat we meer bezig gaan met zelf kiezen. Wat wil jij? Weg met de toetsen, droge begrippen en boeken, maar gewoon zelf kiezen wat je wil. Nou, volgens mij is dat wel een applausje waard, of niet? Volgens mij heel goed geluisterd vandaag. Hè? Ja. Jij mag ook nog even. En ondertussen, houd dit even goed in de gaten. Hè? Ik weet niet of je het gezien hebt. Hij raakt voller en voller. Elke keer komen er nieuwe woorden bij. Mijn ambitie voor de toekomst. Ik geef het advies, de microfoon even aan jou. Stel jij. Hallo, ik ben Niek en ik ben ook een van de adviesvangers. We hebben vandaag allemaal geluisterd naar elkaar over hoe het onderwijs veranderd moet worden. Alle leerlingen gaven aan, de school en het onderwijs, het is nog lang niet perfect. En dat raakte me vooral wanneer één meisje zei dat zij dacht anders behandeld te worden omdat zij een donkere huidskleur had. School is nog niet perfect en daar moet aan gewerkt worden. Wij willen zelf kunnen bepalen wat we willen leren. Met wie willen we leren? Wanneer willen we leren? Hoe willen we leren? Willen we überhaupt wel leren zoals we dat nu doen? Dat zijn allemaal keuzes die een leerling zelf moet maken. En school moet de schakel zijn die leerlingen daarbij gaat helpen. School zal je voorbereiden op de toekomst. Maar hoe die toekomst eruit ziet, dat is de keuze van de leerling. Dank u wel. Dank u wel. Hartstikke mooi. Ook heel goed geluisterd vandaag en gesproken over hoe ziet dat eruit. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie inzet. Het feit dat jullie hier gekomen zijn, voor het vertrouwen wat van jullie gekregen hebben om deze dag tot een ongelooflijk succes te maken. Dank aan alle toekomst, droomschool, masterclass, workshopleiders. Dank aan de mensen in het onderwijscafé. Rest mij eigenlijk te zeggen, er is nog één ding. Eén ding. Waar zijn die dansers van vandaag? Waar? Waar?